Hey! Kijk eens eventjes. Alsjeblieft. Wauw. Dat is hem, de Big Bastard. Hoe noem je me nou? Alle superfoodliefhebbers moeten even wegkijken. Want wij gaan op zoek naar de lekkerste vette hap van Rotterdam met Paddy de Man. Hij maakt in Pers Daily in de Tiki Bar de lekkerste vette happen klaar. We beginnen onze zoektocht bij Hans Worst. Zo Hans. Hey Paddy. Goeiedag. Wie geht's? Zeer goed, om maar even in braadwoersttermen te praten. Ja. En wat krijg ik dadelijk van jou? De Roddok uiteraard, de Rotterdamse versie, mijn versie van de Hoddok. Als je 6 van die Roddoks op hebt, mag je geen auto meer rijden. Dan weet je vast. Nou jongens, dit is hem. Deze kant is hier al slecht gebouwd hoor. Het is echt breakfast of the champions. Hij kijkt er ook wel een keer bij. Pas bekleding met de saus. Gaat helemaal goed komen. Ik heb aan deze kant wat spitsen liggen. Ik ben klaar. En dan is het tijd voor de eindbeoordeling. Ja, de smaak van de Roddok is wat mij betreft nagenoeg perfect. Dus ik geef hem 5 burgertjes. Nou ja, qua vettijd zit hij ook wel snor. Je hebt en spek en de kaas. De dog zelf, de biologische worst. En qua vettijd wil ik hem 4 burgertjes geven. Goedendag heren. We gaan door naar El Aviva, waar de kapsalon is uitgevonden door Dervis. Zijn zoon eet regelmatig een kapsalon. Elke dag geen kapsalon. Dagelijks. Echt waar? Ja. Ja? Ja. Te gek. Doe maar lekker een flinke portie. Let's go. Ik heb volgens mij nog nooit op dit tijdstip van de dag een kapsalon gegeten. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het al een beetje beloofd. Ik ga hem toch echt helemaal opeten. Paddy heeft als de koning van de vette hap niks met de superfood trend. Nee, de gezondheidstrend heb ik in zoverre niks mee. Net als met alleen maar vet eten. Het is wel heel belangrijk dat je gevarieerd eet. Maar ik vind wel dat mensen heel erg doorslaan in die gezondheidstrend. Dan zou je dit dus niet meer kunnen eten. En dan is er echt iets mis met je. Nou, hij zit erin. Ik voel me al een stuk beter. We gaan nu naar de volgende ronde. Kijk, fijn dat je er even voor kan komen. Super. Qua smaak is deze kapsalon toch wel anders dan wat ik hiervoor heb geproefd. De kruiden zijn even net wat frisser. De saus is pikanter. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Dit is de enige echte. 5 burgertjes. Qua vetheid en mondgevoel geef ik dit ook 3 burgertjes. Breakaway Café is de laatste locatie waar nog een enorme hamburger voor Paddy gemaakt gaat worden. En hij zit ondertussen al aardig vol. Het is een soort van next level sugar rush. De fry high, die komt er nu wel aan inderdaad. Hoe mijn lichaam dit gaat opnemen allemaal. 2 vitamintjes om precies te zijn. Nou, ik zal je vertellen. Ik weet niet of het door die kapsalon komt, maar ik pas hier niet tussen. Colaatje light voor de... Ik moet een beetje aan de lijn denken. Kijk, mijn hoofd. Hij is net zo groot als mijn hoofd. Ik zit in mijn neus. Ik moet hem laten staan helaas. De dag is bevallen als een bevalling. Althans, die nog moet gaan plaatsvinden. Ik merk wel dat ik kortademig begin te worden. Maar ik heb nog geen dessertjes op. Dus ik... volgens mij heb ik nog wat lekkers liggen in de koeling. Ik ga zo nog even een ijsje halen. En nee, dit is niet omdat ik heel dik ben. Wat ik niet snapte is dat ze hem niet even op de grill hebben gegooid. Het was niet zo heel erg te spreken, maar dat is mijn eigen smaak. 2 burgertjes. Qua vettijd zit het hier wel goed. Het is een grote... Dus die krijgt 5 burgertjes. En dan gaat het erom spannen. Wat is volgens Paddy de lekkerste vette hap van Rotterdam? Ja, de Roddok is origineel, was goed op smaak. Het smaakpalet was in alle opzichten goed. Origineel, eigenlijk is dat wel de winnaar. Ja.